Kom op, kom op, doe de handen vast, doe de handen vast. Oh, ho, 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 ho. Ja, ja, ik bel je zo terug. Ja, nou ja, ik moest even wat zakelijke dingen doen. Ja, ik ben hier voor Julia. En ja, Julia is een meisje van 11 en die wil skiën. En die staat op dit moment natuurlijk op mij te wachten. Ja, Julia heeft een beperking. Ze is namelijk verlamd aan haar linkerkant. En, ja, en dat betekent dat ze natuurlijk heel veel hulp nodig heeft. Hè? Ja, schoenen aantrekken, skis moet getild worden. Nee, allemaal vrij zielig verhaal ook. Dus laten we een beetje voorzichtig met haar zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er niet echt gelachen meer wordt. Dus, Julia? Wat doe je? Je moet voorzichtig zijn met dat meisje. Wat doe je nou? Je bent hier een onverantwoordelijk beest en dat kan toch niet? Ah, sorry hoor, Julia, maar dit kan toch echt niet. Hij moet voorzichtig met je. Je moet voorzichtig zijn! Nee, ja. Hoor. Wat? Terwijl je. Gewoon als andere. Ja, we moeten wel een beetje voorzichtig zijn. Nee hoor. Nee. Niet? Nee. Nee, dat zei ik ook al. Had er nog een gegooid? Luister, jij wil heel graag iets leren, hè? Ja. Wat wil je graag leren? De bochten. Dat wil je van Jeffrey Stuut, Paralympieke. Waarom speciaal van hem dan? Omdat hij hele goede bochten kan maken en hij is hetzelfde als mij. Wat wil dat precies zeggen? Ik heb een hersenbloeding gehad. Ja. En dan functioneert jouw, wat is het, linkerarm en ben je niet zo heel goed meer. Mm-hmm. Maar je kan wel goed skiën. Ja. Alleen de bochten. Mm-hmm. Kom, gaan. Hey, hoe is het? Goed met jou? Kijk eens wie ik bij me heb. Hey, ja. Jeffrey. Ja. Jeffrey Stuut is een Paralympisch skier en heeft net als Julia een linkszijdige verlamming. Wat wil je leren? De bochten. Ja, ik kom even zo tussen jullie in staan. Sneeuw. Dat is heel belangrijk met skiën. Ja. Mm-hmm. Wat gaat er precies mis? Ik kan niet genoeg druk zetten op mijn linkerbeen zodat ik de bocht niet ruim kan nemen. Het gaat onder druk zetten. Ski jij vaker? Ik heb dit jaar in maart nog met de Vereniging van de Gehandicapten Wintersporters meegedaan. Maar niet voor het eerst, toch? Ja, toen voor het eerst. Dan gaan wij helpen om het nog beter te maken. Ja. Deze bocht. Zie je gelijk welke bocht zij met welke bocht zijn moeite heeft? Ja. Je ziet heel erg dat ze met de bocht naar rechts. Dat ze wat minder druk op de buitenski heeft. Maar ze staat op je rechterbeen, ja. Terwijl je druk moet hebben op je linker. Maar ja, dat is logisch, want links is de slechtste been, toch? Mm-hmm. Ja. Dus en hoe gaan we dat dan voorkomen? Nou, ten eerste met wat oefeningen. Dan ga je naar beneden staan en dan ga je beide handen op je buitenspeen doen. Want je ziet, mijn lichaamsgewicht gaat automatisch naar dit. Als ik dan ga ik zo. Precies. Kom je omhoog. Ga je bukken. Omhoog en naar de andere ski. Omhoog en naar de andere ski. Goed zo. Dus zorg dat je met je lichaamsgewicht, echt met je been, echt boven je ski komt te staan. Zo, dat is je goede kant. En dan naar de rechterkant. Niet met je bovenlichaam, maar met je. Met je heup. Ja, met je heup. Hey, voorzichtig hè. Met Sami. Heeft Julia haar bochtenwerk genoeg verbeterd om nu ook een steile piste aan te kunnen? Laatste test. 6 pionnen zie ik staan. Maar deze is wel heel erg steil. Daardoor ga je ook veel sneller. Ja, klopt. Goed je gewicht boven je ski houden. Ja. En als je dat goed doet, dan kan jij dit makkelijk. Ik heb alle vertrouwen in je. Succes. Drie, twee, één. Go! En daar gaat ze. Keurig. Die is goed. Zo. Juist. Ja. Juist. Juist. Ja. Hartstikke goed. Hé. Hey. Perfect. Lekker. Goed bezig. Hé, voorzichtig hè.